back-office is meer op de achtergrond. Wat wij doen is eigenlijk voor toediening gereed maken van medicatie. Je staat niet elke dag op dezelfde plek. Dus op één dag zitten we bij de centrale geneesmiddelvoorzieningruimte. Daar maken we of antibiotica of cytostatica. De volgende dag zitten we bij voor toediening gereedmakenruimte. Hier op dit onderdeel maken wij voedingen voor patiëntjes op de Sophia. We maken badges voor heel het ziekenhuis. Studiemedicatie, dat doen we ook nog. De werksfeer hier is helemaal top. Ik ben gek op mijn collega's. We trappen heel veel lol, maar tegelijkertijd ook natuurlijk heel serieus bezig. De meeste apothekersassistenten bij ons zijn vrouwen, maar we hebben gelukkig ook een paar mannen. Nou, de dingen die we hier doen in het ziekenhuis zijn dingen die wij niet op school leren. Dat leren we hier bij ons in de praktijk. Dus onze medische of farmaceutische kennis wordt snel uitgebreid. Want we krijgen ook klinische lessen, dat is ook wel fijn. Wat veel mensen niet weten is dat wij als back-office 3 depotheken hebben op elke intensive care afdeling. En samen zorgen wij voor de voorziening van medicatie voor elke patiënt die op de afdeling ligt. Ik werk hier ook nachtdiensten. Ik zie dat als een uitdaging. Ik vind dat super gaaf. Als je nacht gewerkt hebt, dan zeker op de intensive care, dat doet iets met je. Dus dan ook als een spoedgeval binnenkomt, dat je alle medicatie voor die patiënt moet zorgen. Je kreeg wel heel veel terug. Ik krijg meer het gevoel dat ik in de zorg werk. Je ziet waarvoor je het doet en dat geeft zeg maar die kick. Ik voel me zeg maar ook nodig. En je krijgt ook wel vaak te horen van joh, als jullie er niet waren dan. Dus maakt je toch wel trots.